Ali Akla, dit seizoen weinig voor DVS TV geweest. Maar dat had misschien ook wel een beetje, met name in de beginfase van de competitie, met je vorm te maken. Maar nu langzaam maar zeker verdien je gewoon weer dit plekje waar je nu staat. Ja, nou, ja, misschien vorm ook. Deels ook natuurlijk blessures. Ik heb natuurlijk ook begin van het seizoen ook gehad, zeg maar. Dus dat was ook niet lekker. Maar na de winterstop ben ik eigenlijk niet lang geblesseerd geweest. Misschien een paar keer hier en daar dat ik een wedstrijdje miste. Maar dat helpt ook als je langer op de been blijft, dat je dan beter in vorm raakt. En, Het is heerlijk dat als je weer de mogelijkheden hebt om fanatiek deel te nemen aan het spelletje. Dat is gewoon lekker. Ja, zeker. Ik moet zeggen, dit zijn de wedstrijden eigenlijk waar je het voor doet als speler. Komt nog meer energie vrij. En natuurlijk met het publiek dat erachter staat. En de jongens weten het ook. Dus dan pep je elkaar eigenlijk alleen maar op. En dat, daar ben ik heel beïnvloedbaar. Heb je ook zo ongelooflijk genoten van de eerste helft? Met name het combineren. Ik moet zeggen, viel op zich mee. Ik vond ons de eerste 5 minuten sterk beginnen. Maar toen vond ik ons een kwartier een beetje de weg kwijt of zo. Dat we domme ballen inleveren en zij gewoon en via de as door lieten voetballen. Dus dat vond ik jammer. Maar op een gegeven moment zaten we wel een kwartiertje lekker erin. Hele mooie aanvallen erbij. En had je misschien zelfs een doelpuntje misschien meer kunnen maken met geluk. Maar al met al wel zeker tevreden, ja. En natuurlijk ook nog even die bal die jij mooi onder controle bracht. Waardoor je hem toch nog bij Jeremy Jonker kon krijgen. Dat was wel een heel belangrijk moment, hè? Zo vlak voor rust. Ja, zeker. Want zij waren mentaal toen wat sterker ook, omdat ze net die aansluitingstreffer hadden gemaakt. Ja, en toen Benjamin gaf hem in één keer goed. Hij zag hij zag dat ik daar alleen stond en ik kan de bal wel daar vasthouden. Dus zag hij goed en ik hoorde Jeremy op een gegeven moment schreeuwen. Dus die kreeg hem uiteindelijk, schoot hij eerlijk binnen. En in die tweede helft was je natuurlijk ook wel betrokken bij dat vierde doelpunt. En dat was weer echt weer die oude Ali Akla die altijd maar doorgaat en doorzet. En enorm veel initiatief toont. Ja, klopt. Dat is, in ieder geval, volgens mij ging met een paar jongens ook hard daarin in die duel. Want we wisten dat we daar die druk moesten hebben. En waar eerst een aanval, toen hadden zij de bal in één keer kort erop. Ja, kon ik met een hakje bedienen. Toen weer een hakje van Quincy, dacht ik. Dus dat helpt als we met z'n allen elkaar daarin ondersteunen. Dan zie je ook dat we ook goed in de counter goed kunnen zijn. Ja. Goed, nou 3 doelpuntjes voor, zeg maar. Dat betekent toch wel de focus erin houden. Ja, zeker. Ik moet zeggen, heel erg zonde van die laatste goal. Ik bedoel, 5-1, dan denk je toch wel dat het gedaan is. Maar 5-2, je weet maar nooit. Want als er 2-0 staat, dan is alles weer mogelijk voor hen natuurlijk. En we moeten hen gewoon geen geloof geven aankomende zaterdag. En gewoon vol erop klappen als vandaag. Het leek me dat je licht aangeslagen was, maar dat is niet zo. Ja, ik had wat last van mijn enkel. En toen bij die kopduel, toen verstuikte ik mijn enkel wat. Maar valt op zich mee. Dus genoeg hersteld. Hou zo, Ali. En zaterdag, huppa, weer erop. Yes, gaan we doen, zeker. Succes ermee.